Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op ons kanaal. Het is vandaag woensdag 12 februari en de kinderen zitten op dit moment op school. En deze dag staat al heel stiekem 2 weekjes in onze agenda als best wel een bijzondere dag. En waarom? Wij krijgen namelijk heel bijzonder bezoek, want Milan Knol komt bij ons thuis. Hij heeft een serie op zijn kanaal en dan geeft hij kinderen 100 euro. En dan gaat hij kijken wat ze met die 100 euro gaan doen. En ja, hij komt voor zijn kanaal een video opnemen met Haley en Hayden voor die 100 euro serie. Dus dat is echt super tof. De kinderen weten echt van helemaal niks. Niemand weet het. We hebben echt 2 weken lang hebben het geheim gehouden. En vandaag is de dag en Pablo en ik hebben er super veel zin in. Pablo is nu ook thuis. We gaan zo eerst even naar de supermarkt. Gaan we even lekker wat eten halen en zo voor iedereen. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat vandaag. En Haley en Hayden die weten natuurlijk dus nog niks. Die komen dan straks van school en dan gaat Milan ze verrassen hoe we dat gaan doen. Ja, dat weet ik nog niet echt. Misschien zit hij hier gewoon op de bank of staat hij in de keuken of komt hij opeens om de hoek. Dus we gaan even kijken hoe hij ze wil verrassen voor zijn video. En ik ben heel erg benieuwd hoe Haley en Hayden gaan reageren. Ik denk wel dat ze het heel erg leuk gaan vinden, want dit hadden ze echt niet verwacht. Ze weten ook, soms als we een verrassing hebben, dan zeggen we wel eens van we hebben straks een verrassing voor naar school of we hebben zaterdag een verrassing. Want er komt iets heel erg leuks aan, maar nu weten ze dus van helemaal niks. Ze komen gewoon uit school. Haley denkt dat ze gewoon naar musical les gaat. Haley die gaat al vanuit dat hij even lekker op zijn iPad kan zitten. Gaat dus niet gebeuren, want we hebben een super grote verrassing. En we hebben er echt heel veel zin in. En ondertussen nemen wij jullie mee backstage hoe de video wordt gemaakt natuurlijk. Dus we hebben er zin in. Ik heb net het interview opgenomen met Milan voor zijn kanaal, voor zijn video. En Milan staat nu samen met zijn cameraman, staat in de tuin. En Haley en Hayden komen zo meteen thuis en dan worden ze verrast door Milan. En dan gaan we naar de stad. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze gaan reageren. Oh, daar komt hij aan hoor. Ja, kijk eens mee. Hoi! Zo mooi. Heel zo. Hey, Milan, wat doe jij? Ja, dat is natuurlijk niet verwacht, hè? Nee, ja. Dat is schattig. Dat is natuurlijk best wel een verrassing, hè, als je uit school komt, hè? Dat opeens, een hele bekende YouTuber in je tuin. Dat verwacht je niet, hè? Nee, dat is niet verwacht. Nee, natuurlijk niet. Ik zei in de auto, zei van, wacht even met uitzicht, maar even schoten, alles goed uit is in de auto en zo. Ja, heb je tasje? En ik denk, dat is genoeg. Nou, genoeg, het is goed. Dat stond zeker klaar, of niet? Ja, hij stond in de trampoline, ja. Ja, ze zijn wel heel blij. Ik zie aan Haley dat ze echt lacht. Ja? Superleuk, ja. Ik heb een raar gezicht. Wat is dit nou? Kom je thuis? Ja, dat is goed. Huh? Zit er Milan? Kijk maar, En hij heeft meteen je tand uit je mond. Proef van Enzo Knol. Oh, weet je wat hij zei? Hij zegt, ja, ik kijk altijd jouw filmpjes. Ja, van Enzo Knol en... Ja, jammer. Ik toch niet. Dat is je broer. Ja, maar als je zegt, je kijkt mijn filmpjes en dan zeg je Enzo Knol. Dat klopt toch niet? Ja. Ja, nee. Dat klopt niet. Ja, dat is wel mooi, want hij kwam weer naar binnen. Hij draait zich om, toen hij zo... Mama. Ja, hey, dat is Milo Knol, wat doe jij hier? Ja, een reactie. Oh, jij en je tand? Je tand komt niet uit. Hij mag wel je tand eruit trekken en ik niet. Ja, waar heb je tand gelaten? Oh, daar, een papiertje zelfs. En wie stond er in de tuin? Milan Knol. Ja, had je dat verwacht? Nee. Nee, hè? Nee. Banaan! Ja, ook nog op de knol om te staan. Mooi. Ik heb
kan ook mooi tekenen hoor. Ja, laat die tekening maar zien die op de koelkast hangt. Die is ook heel mooi. Oeh. Oeh. Nee, dat is geen naam. Of is dit mama? Nee, dat is niet mama. Oh, oké, gelukkig. En ik heb een gedaan. Nee. Heli heeft van die meisjes Yoda getekend, weet je wel. Heb je baby Yoda getekend? Ja, kijk. Maar, laat zien. Ja, oh, kijk nou. met dat loopbeekje water zo. Heb jij dit gemaakt? Ja. Wauw, en wat is het? En hij ook een sexy dame. En papa. En wat is mama hier dan? Wat is dit? 100? Een tasje! Een tasje met money. Een tasje met geld? Ja. Oh, mama is heel rijk. 100 euro zit hier. Zo. Is mama 100 euro? Muntjes van 1. Jij bent best goed met tekenen. Ja. Oh, mooi. Dat ik deze keer kan. Nou, steek die maar in je zak, Eli. Heb je dit echt zelf bedacht? Ja, ik heb een heel klein beetje van dat Fortnite een beetje geïnspireerd, maar ik had ook een beetje nog anders en ik had een paar. Wat is dat? Dat lijkt me toch een beetje. Nee, dat is een, ja, dat is een gezichtje wat mislukt was, dus ik kon hier niet echt makkelijk in ogen tekenen, dus daar kom ik niet meer verder. Het lijkt wel een beetje op een tent van Sinterklaas. Oh, ja, zo dus, weet je wat ook leuk is? Om hier nou een uitdaging van te maken, om te kijken of ik hier nou nog wel mee kan. Ja. Ik heb jou gevonden, dat heb jij. Dat ben ik als ik weer de afwas moet doen. Dat haat ik mijn leven. Zo stond jij ons ontvangen. Dat zei ik. Ik heb de afwas niet te doen. Ben je dan eens een poes? Ja. Ik hou niet van de afwas, hè. Dan vraag ik aan de zus. Long gelijk. Wat ben jij die dan? Dat is Milan. Dat is Milan's nieuwe vriendin. Dat is een soort... Daar gaan we niet trouwen. Hoe kom je daar nou weer op? Long leg. Every day is like day. Never skip. Oh, okay. Oh. Nee, laat je duim zien. Nee, laat je duim zien. En dan ga ik mee op het ritme. Wow. Wow, jullie kunnen gewoon hetzelfde. Zo vet. Box, man. Oké, thanks. Zo, dat was wel even gezellig thuis. We zijn nu onderweg naar de stad in de auto. En Milan die rijdt achter ons met de kinderen in de auto. Als je deze video wil kijken van Milan, dan moet je eventjes naar zijn kanaal gaan. Ik zal hem ook in de beschrijving zetten van, onder deze video. En dan kunnen jullie dus de video zien hoe die is geworden met Haley en Hayden. En ik ben heel erg benieuwd hoe het dus gaat in de stad en wat ze gaan kopen. En wij gaan dan gewoon een beetje op de achtergrond, gaan we gewoon een beetje erbij lopen als het ware. Maar je zal ons niet zien in de video van Milan. Maar ja, we willen natuurlijk wel zijn voor de kinderen op een afstandje mocht er iets zijn. Ja. Ja. Nou, we hebben er zin in en de kinderen die vinden het wel heel erg spannend, hè, allemaal. Toen hun reactie in de tuin. Heden zei... Hij was wel heel leuk, hij zei van... Milan, wat doe jij hier? Hey Milan, wat doe jij hier? Hey, jij hebt een baard, jongen! Dat was Heden, ja. Dus dat was wel een hele grappige reactie en ik zag dat Haley gewoon helemaal stil en happy was. Ja, Haley vindt het fantastisch. Ja, die vindt het heel Haley erg leuk. Van. Ja, ze vindt het echt heel erg leuk en dat snap ik ook wel. Hij is heel lief en leuk met de kinderen. En sympathiek. Ja, heel sympathiek, ja, absoluut. Dus ja, we hebben het heel erg gezien. Politie. Oh, wat mensen jou hebben. Dus nou goed, we gaan nu naar de stad en dan gaan we zien wat ze allemaal gaan kopen van het geld wat ze krijgen. Maar ze weten nu nog niet dat ze het geld krijgen. Nee, weet dat niks. Weten ze nog niet. Dat is helemaal niks. Nee. Ik ben benieuwd wat ze gekocht hebben, wat denk jij? Ja, ik weet niet wat ze gekocht hebben. Ik denk hele iets van LOL en meer een Mega of Playmobil of zo. Maar ja, dat laten ze thuis pas zien. Ik heb wel het geluk vind voor mij ze allebei 2 euro op. Nou, ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen in plaats van. Ik heb LOL Surprise Tiny Toys, dat is een speelgoed voor LOL. En ik heb een LOL Surprise Styling. Dus dan kan je haar stukken op het poppetje of haar hoofd plakken en dan kan je kapsels bij haar creëren. Okay. Mag ik deze opmaken? Ja, je mag het straks doen. Nou, vonden jullie het leuk vandaag? Ja, wat hebben jullie nog wat te zeggen tegen Milan? Voor wat jullie hebben gekregen? Oh, graag gedaan. Ik ben jullie ook heel erg bedankt voor de video. Want ik denk wel dat het een leuke video is geworden. Inmiddels is Milan alweer naar huis. Hoe vonden jullie het, jongens? Leuk. Ja, wat hebben jullie allemaal gedaan? Want wij waren er natuurlijk niet echt bij. 100 euro uitgegeven. Ja, ze hebben samen 100 euro uitgegeven. En jullie hebben netjes dankjewel gezegd. Supergoed.
Dat hoort twee ook, keer. Hè? Twee keer, ja, twee keer dankjewel. Haley heeft een OMG styling pop gekocht. Ik weet dat ze die graag wilde hebben. En weet je nog wat die kostte? 42. 42 euro. En deze kost iets van 6 of zo. 6 euro. Oh, en ik heb deze. En deze wou ik ook heel graag. Tiny Toys. Voor een NOL Tiny Toys. Oké, nou, wil je iets nieuws wat je kan kopen? Ja, en dat is de speelgoed voor de NOL poppetjes. Oh, ik heb ijsjes gekocht. Nee, het ijsje is van thuis. Ja, en jij hebt natuurlijk weer wat gekocht voor je verzameling. Hè? Hier, deze, die wilde even best wel graag hebben. En van wie heb je hem nu gekregen? Want dat maakt hem natuurlijk wel een stuk meer waard. Van wie heb je hem gehad? Milan. Van Milan, hè? En het is tijd om de cadeautjes open te maken. Ja, kijk die van mij dan. Ik krijg ja, Heden is... Maak ik deze kant uit. Aan het bouwen. Nee, we gaan hem helemaal zelf in elkaar zetten. Zit er niet zoveel bij dan, of zo? Nee, wat zit er nog? Ja, alleen het dakje, denk ik, of zo nog, hè? Heel voorzichtig. Ja, en deze, die kan je ook wel zelf bouwen, hè? Ja. Is ook goed voor je motoriek, hè, om te oefenen. En ze is bevrijd. Je kan dit... Het is een beetje zo'n kappop, hè? Kijk, je kan haar hoofd zo en je kan haar draaien. Draaien, ja. Draaien. Heden, hoe is met je auto? En deze gele dingetjes moeten in de banden. Hier kun je haar leggen. Oh, wat grappig dit. En je hebt ook accessoires hier. Oh, wauw. Oh, dat moet ook allemaal uit de verpakking natuurlijk. Dit is best wel een goede vraag. Omdat misschien, ja, ik moet varen ergens overheen. Kan je altijd hier afhalen. Oh, dan kan je wisselen. Ja, kan je varen. Oké, nice. Heb je niet een boekje erbij nodig voor die moet? Nee, dit is zo makkelijk. Zo makkelijk? Oké, gelukkig. Nou, zullen we maar afsluiten dan voor vandaag? Ja. Zijn jullie blij mee? Ja. Hebben jullie een leuke dag gehad, ook met Milan? Gezellige middag? Ja. Dat was wel lief, hè? Nou, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje, ik mis je dan weer een video. Doei! Doei.